Iedereen bloost wel eens, van verlegenheid of opgelatenheid. Maar sommige mensen vinden het zo erg om te blozen dat ze er een angst voor ontwikkelen. Om deze mensen te helpen heeft de Rijksuniversiteit Groningen de cursus Omgaan met bloosangst ontwikkeld. Mensen eigenlijk van alle leeftijden blozen. We vermoeden wel dat mensen die ouder zijn minder blozen dan mensen die jonger zijn. Maar deze cursus gaat ook niet zozeer om of je heel veel bloost, maar meer of je daar heel erg angst voor hebt. En ook al bloos je niet zo heel veel meer wat ouder, zou je alsnog wel heel erg kunnen denken, oh, als ik maar niet ga blozen, situaties vermijden waarin je gaat blozen, heel erg opgefokt worden van het idee dat je gaat blozen. En dat is eigenlijk van alle leeftijden. Blozen overkomt je en kun je niet onder controle houden. Mensen met bloosangst zijn voortdurend bang om een rood hoofd te krijgen. Dat heeft heel veel impact sowieso, omdat je heel veel dingen vermijdt. En dat is natuurlijk heel vervelend. Dus als je bij de supermarkt bent, geven die mensen bijvoorbeeld altijd groot geld. Het hele idee dat ze al in hun portemonnee moeten zoeken naar kleingeld, dat vinden ze heel erg vervelend. Maar dat vermijden heeft nog een veel grotere rol. Doordat ze dat soort situaties vermijden, komen ze er nooit achter dat als ze eenmaal in zo'n situatie zitten, dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. Dat niet de hele rij van de supermarkt je uit gaat lachen als je kleingeld pakt. Dus die vermijding is heel vervelend. Dat heeft heel veel nadelige gevolgen voor hun leven, maar het heeft ook heel veel nadelige gevolgen voor de angst, dat die angst nooit weggaat. De groepscursus die gegeven gaat worden in het psychologiegebouw aan de Grote Kruisstraat bestaat uit 7 bijeenkomsten. Ik denk niet dat blozen op te lossen is. Blozen is een autonome fysiologisch verschijnsel. Dat heb je niet onder controle en iedereen bloost. En zoals ik net al aangaf, heeft dat waarschijnlijk ook een hele goede functie. Het is verzoenend, het heeft communicatieve waarde. Dus we willen ook eigenlijk helemaal niks doen aan het blozen van mensen. Want blozen is goed, dus daar moet je ook helemaal niks aan doen. Waar je wel iets aan kunt doen is aan die bloosangst. En daar is die cursus voor bedoeld.